Zuster ook weer weg? Ja, stil in Boston. Universiteit. Ik heb net gekomen om kijken of mijn rammen al aangekomen is. Maar ook Kerry en dat is de plaats. U had ook al gevraagd. Kan je lekker wezen zo alleen te wezen? Ik is te bezig om alleen te wezen. Het is goed om bezig te zijn. Ik moet sporen maken. Zeg groetjes aan je oma. Zij was ook op uw begrafenis geweest. Oma is altijd op alle begrafenissen. Ik was ongelukkig op Bloemfontein bij die ram van DC. Goed, ons gezelf weer. Hoop zo. Ik speel een goede rolprein vanavond, als je zo voelt. Ik kan niet. Ik heb twee kaartjes. Ik zie maar, ik kan niet. Ik vind het niet. Dan zien we elkaar weer. Tot ziens.
Dankie. En nou, meneer Van Wyk? Mevrouw, verband met die meubels. Er staan als een paar dingetjes wat u wil verkoop. Moet u, wil je dit zien? Alsjeblieft. Kom. Kom eens rijst maar in mijn bakkie. Hoe lach je? Ik zal hem zo recht maken dat je hem glad niet herkennen. Het is eigenlijk niet de rommel. Ons was, mijn ma was bij verknoggen en goed geweest. Wat vaar? Ik weet niet. Ik weet recht wat niet. Je wil het niet raar verkoop nemen, wil jij? Ja, dan zit er aan het. Jammer. Je kan het op je vinditie kopen, zeg wel. Is niet, ik wil niet weten wie dit gekoopt is. Is goed zo. Rug, Petrus, je hebt lang in het dorp gebleven. Is daar iemand dood? Petrus, my kind, is daar pos vir my? Ja, ma. Hy was 'n roomtjek, Karoonies en Oosterla. Dankie. En ouma, laat Sam en Francis bykie hierdie kanne afhaal en die slag ordentlik skoonmaak. Ek maak so. Maar pas op, hier is nog ouma sy hele tuin op. Peter is verby. Jy praat van meubels koop. Woon op linde lampgoed om waar te bere op solar. Jy het gesê dis linde lampgoed, ouma. Dis goeie goed. Kon net 'n paar bout en skarniere is aan. Jou ouie lamp, wanneer wil jy die robbies heel maak? Ons gaan poenie. Jy gaan veel betaal daarvoor. Ek ken jou. Ons my geld, ouma, is poenie. Vir jou geld vir as jy eendag gaan trou, as jy eendag gaan trou, want dit lyk nie vir my of jy aanstandes maak nie. Ons gaan poenie, ouma. Jou probleem is, jy is te uitsoekerig. Al jou maats is al verloof of getrouwd. Hoekom skryf jy nie vir die landbou weekblad nie? O Heer, voor spys en drank sê en by die lof en dank, amen. Landbou weekblad? Ja, laat meisies vir jou kan skrywe. Ouma, ek soek niks wat ek nie verloor nie. Een mens skryf baie goeie briewe van sulke meisies, ek het al gelees daarvan. Ouma. Ouma, lees dit mosies, my vrou sal nog kom. Nie so lang jy jou verbeel dat jou verliefdrigheid van my jy ook op 'n boervrou gaan maak nie. Nee, makers, die woensdag blijf reis daaronder. Ek kan nie meer die tafel klim. Sjoe, nou zelfs. Ek dacht dat jy kom ietsie by ons eet, kind. Oeh, blaas het druk. Kom sit hier. Sjoe. Waar is die oom? Hy wacht onder in die motor. Jy kan nie so alleen in die woonstel sit nie. My kind, jy moes maar liefst by ons ingetrek het. Die oom... My tante, tante weet moos. Al miskie. Al in my muziekboek, ek ben nou met tante al ek oefen het. Het is al wat moeilik is hier in die woonstel. Natuurlijk is die oom. Hy is ongeduldig. Hy wil nie die story op die draadloos mis nie. Soos ek sê, jy het nie vir nie so zwaar in die wereld gekom nie. Ek sê altyd, Mandy sal nog een voorslag maak. Kom tante. Dit sal nog gebeur, jy sal sien. Dan weer het baie gauw gebeur, want ek is al daar. Jy is nou net recht vertrouken. Jy ja, heb nie trappe, is dit jou vir my. Jy moet maar by ons geblei. Maggie is te hoogmoedig. Sy sal nooit een man kry nie. Nooit nie. Twak, oma, twak. Ek rook nie, dankie. Wat wil jy sê? As ek by Maggie kom, dan word ek precies 14 jaar oud. Ene knie en bene. Kry nie een woord uit nie. As een vrou een groot man so week laat voel, is hy nie goed vir hom nie. Petrus, die jare gaan verby. En die verwys bly jy. As jy nie nou een plan maak nie, dan gaan ek. Oma het al zoveel plannen gemaakt. Wie was die laatste keer ou Griekie wasbak? Niemand kom by Maggie nie. Sy denk nog steeds in die ou kerel van haar. Die een wat sommer so verdwijn het. Einste Gerrit van Wyk. Wees jou net hoe een fool sy is. Wacht al die jare en maak een fool van jou. Nacht Petrus. Nacht oma. Jy moet trouw.
Maak toe die deur, ouma. Al die motte vlieg in Amerika. Rina. Vicky. Marina. Daar. Kriek je wasbank. Ach, zal die lieve jemmer dan toch niet. Of wacht het, Vicky? Sally. Wat staan nou maar weer volgens toe wat aan myself en praat? Praat nie met jou nie, my kind. Dan gaan ek jy door toe, ma. Om te? Om te? Dan gaan wat doe jy toe, ma. Moe nie afwees nie. Hai! Jylle wat die buiten weer toe, die vlieën kom en weesel, los alles nou net hierso. Jy moet gauw goed die spaarkamer gaan rechtmaak. Vat die nieuwe blauw lakens en die slope en die handdoeken en die plek moet blanks as jy om polystyl gauw maak. Hoor, ja, Onnooi kom hier weer en nou nie kyk. Ja, ja, ja. Daar is Sally se kruisende skalafie. En sy is ons by het Louise saakje. Sinta, goeiemorgen. Ach, baie dringend, hoor, Kimberly. My aarde, Maggie, ek loop jy amper dusnis en ek sien jou nie eers. En hoekom is jy nie by die fondisie nie? Ach, wat sal die mense sê? Ach, liever nie, dankie. Sê my nie daar kleer, man. Dag, sê, hoe gaan het? Die oom is so vol skete. Moes gauw weer een medicijnekie by die dokter gaan. En hoekom hou jy jou so eenkant? Jy daar laas kom oefen. Ga jy nie straat my beklui? Kom ons gaan drink koffie. Ach, dan kan my voete ook een bykie rus. Oeh, blaas ek nou weer. Ach ja, Sallykie. Natuurlijk onthou jy nog. Jylle was dan saam op school, my ding. Ach ja, met die waters wat verby is. Morgen. Ik vraag je dus om van mij een bord te maken voor die drie eters. Ja, maar vraag mij een bord. Ja, vraag mij een bord. Is het een contant verkopen? Ja, maar natuurlijk, maar jij hebt maar contant, zo je moet weer bekomen, Martin. Maak mij een bord. 50 gram. 50 gram, kon ik, dus dat is niet een bankrotveiling, dat is een verstorven boedel. Alsjeblieft, dames en heren. 150 gram, dat is een boedel, dat is 160, 170, 180, 100, nee, 200 gram. Yes, yes. 230, 240, 250, 260, 270, 290, 300. 350 van jou nou. Ja. Nou vat ik daar 50 gram. 350, 360, 70. 380, 90, nog. 390, yes. 400 rand erachter, 410, 420, 430. Stop, toe kom jong. 430, 440. Nee, wat? Die staat echt scheiding niet meer zo'n skande nie. Wil jy nie maar kom keir nie? Ja! Ah, het jy nou vakantie? Wonderlik! Is net ek en Petrus op die plaas. Ja, kijk hy. Ja, hier is nie eintlik geselskap van sy portier vir hom. Dan verwag ek jou nie. Ek sal nie weer praat nie, meisiekind. Jou ma sal my nooit vergewe. Jy moet trou. Ja? En sê nou, trou my verkeerde man. Basta man, ek is ernstig. Nou, wat stel tante voor om dit daarom te doen? Die regte man moes vir my uitsoek. Hou net jou oor oop, meisiekind. Hou jou oor oop. En wat kyk jy so? So niks.
was eerst bij een woensdag geweest, maar toen dacht ik, je zeer. Kan ik helpen met iets? Nee, maar ik wil je graag iets vragen. Niet te onlangs. Begin weer van vooraf. En tel! Vrouw? Voor jou? Voor mij. Voor de bioscoop. Bioscoop? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Excuus? Wat? Je hebt gezegd alsjeblieft. Oh, wanneer? Je bedoelt, je zal gaan? Wanneer? Nee, wanneer je wil. Vanavond. Hoekom? Hoekom? Zeg maar, dus hoekom. Nou, bij die school aan me. Wat kan ik zeggen? Dat is goed zo. Jij zit gans te lang, kan veel bij die huis. Kan je rekenen? Op deze aarde. Mijn excuus om zo'n vast, van mijn mening zo. Giet dat mans mens, de haakappers is toe. Het is crisis, oom. Maar als mijn zie van Antje is, vind ik. Maar sta zij gaan vliek. O, paard. Geen op pad, man. Ze dan niet te stijf in draaien, nie? Ach, maar zie. Je moet mij proberen leer van haar en nu, hoor. Nou. En dan? Mij heeft een wonderlijke wens, want... Ach, zij is toch sterven, zij boer bij haar baby. Het is de eerste keer dat ze ja gezegd. Om jou te trouwen? Nee, maar op te gaan vliek. Het is wonderlijk, dan kan ik samen gaan. Ik was lang klaar zijn die vliek. Samen gaan? Ja, dit zit baie makkelijk voor in die bakkie. Nee, maar verstaan nie mooi nie. Ek gaan vanavond alleen sal het merkie flik. Is selig genoeg dat ek vrou geselskap het van my eie keuse. Ek kom nooit meer iewers uit nie. Nie vanavond nie, oma. Ek sal vir oma van haar lekker chocolate saambring. Okay. Hoe lyk ek? Ek kan nie sien waarom jy juist jou kerkpak moet dra nie. Sien ek goed? Ja, baie gedankie. Sit jy gemakkelijk? Ja, baie gemakkelijk, dankie. Ze trek op mijn nek. Trek het nu weer op? Nee, 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 eigenlijk niet. Alles uit voor hier. Het is mij baie lekker om je hier te hebben. Samen met mij. Ik was altijd bang voor je geweest. Bang? Ik wil je al eerder gevraagd om samen uit te gaan, maar dat was altijd wat was je naam? Gerrit van Wijk. Je zit met hem terug. Ja, natuurlijk. Al hier even dokteren, te verkast hij niet. Maar je denkt, je zal ooit samen uitgaan. Nee, niet naar weg is niet, Petrus. Die verlangt dan nog niet. En je maar vergeet, Maggie. Ik weet niet, ik weet rechtig niet. Er is baie lang terug, wat baie dingen tussen gebeur. Mijn pa se dood en mijn ma se ziekte en dood. En wat hier die oorskom moes gaan. Maar een mens vergeet niet zo makkelijk, nee. Maggie. Petrus. Je zit te ver, Maggie. Ik kan je niet zo goed horen, nee. Petrus, ons is niet kinders, nee. Dat is wat ik bedoel, Maggie.
Maar is dit nou niet toeval? Ons besluit toe ook om te komen en krijg staanplek net hier achter. Kom, kom zit bij ons man. Dat is toch fijn. Ik heb ook een etennetje samengebracht. Toe, kom. Toe wil ik je, Peters. Waar is mijn broer dan? Servaas. Maggie, niet voor mij nu, dank je dan, Maggie. En ik heb die hele deze middag met jouw haren gesukkel en hier zit je met de kopdoek. Maar kijk niet daar, mensen. Het is niet bloed waar je kijkt. Deze dagse vrienden lijkt compleet of hulle in een slagplaats maak. Ik zie voor u om gisteren toe ons dit zien. Hulle sal moet een plan maak met hierdie prenten met so publiek. Jy moes lank al gekom het. Kom, wees my jou ramme. Sien jy daar die kopie daar? Klein was het, ek om elke saterdag uitgeklim. Oog, ek wil vreselike goed. Somme hard op in die klippe gestaan en praat. Nee, is oma. As het droog is, dan sit jy daar boe en jy bid, oma. En as die reen kom, dan sit jy maar weer daar. Bid. Was jy altyd alleen? Oog, op een plaas is een mens nooit alleen nie. Dit is een van die nieuwes. Is het hy? Hoe lyk hy vir jou? Prachtig. Vou jy ooit wees as 'n boer? Nee, nooit. Dit is lekker om dinge te sien groei. Dit verstaan ek. En in die droogte tye? Dan wag hom. Vir die reën. Los maar. Kijk nog. Ik heb bij je moe. Ik heb net een vijver pakken. Voor die amper boek. Kom, steek met die eerste. Je wijs. Ik ga amper die dorp zien van hier af. Oeps. Wat een goede oefening. Mens nie altyd tyd nie. Vir goeie dinge is daar altyd tyd. Mens weet nie altyd wat goed is nie. Nee, mens weet. Dis bijvoorbeeld? Saam met jou te wees. Ek kan het nie help nie, Maggie. Dis soos ek voel. Lank al. Oma me sommer gestuur het, is so bitsig buiten. Petrus, Sally kom vandag. Sin? Ja, Sally rukt en is, ek vergeet nou van. Sy was Sally vermaak. Ek vroeg en hoes, hulle was saam op school. Ek sê, ek moest toe met die uitlander getrouwd. En hy het in die moeilikheid gekom met diamante. Nou is hulle gesky. So jy kan nie vanavond na daai Maggie vrou mens toch gaan nie. Wat het Sally met Maggie uit te waai? Ons het gaste, Petrus, het sal sleg lyk. Het baie lekker gesels, jy en Sally, jy sal sien. Deksels, oma, deksels en verflaks. Sssst, moet jy met my praat nie net nou oor die volk jou. Ek hoop nie so bly lang nie. Dankie vir die keer. Petrus! Sy het rooie hare. Vanmorgen hier so. Vanmorgen met gomak die mens is net. Ja. Daar is hulle gomak. Ja. Sallietje, dat is Fia. Hoop dat ek jou groet. Dat is een duur. Ek ruik die ene strijk van die strijkkamer is voor rook vanmorgen. Plaasrijk. Plaasrijk. Ach, ek kon al een eer voor je geweest, maar dit is bedekste papwiel. Jy is seker doodmoeg. Kom eens gaan in.
Barry Kraan. Ja, hij is bezig daar zo. Hij komt nou nooit. Hij weet. Tante weet ik brandwond weet dat die oosterarm zwaar gekruis geweest is dan het acht. Nee, die hij praat bijna van jou. Ach, was niet waar niet dan, Sophia. Dat die waar wist is ik zo zeg. Ik vlee om je te weten. Die lucht lijkt zo champagne. Ach, dank je, dat tante mij genooid heeft. De plaatsen kan ze zo niet vinden. Stuurman! Kom aan die kleine hoeze koffer! Kom eens gaan aan. Hallo? Beatrice? Oeh, mensen. Natuurlijk verstaan ik. Hey, hoe zal ik kwaad wees? Ach, niemand moet je nu ontstaan, hè? Natuurlijk. Goed. Wel niet. Wat? Jan, Peter is voorbij, moet je die dingen aanmatig niet. Goed. Tot ziens. Nog een stukje melktaart, Sally. Dat is via mijn rechterpootje rollen. Nee, wat? Nog een stukje Sally zelf maken. Wat zeg jij, Petrus? Hoe zeg je? Hij is zo met die boerderij bezig op hun gedachten. Dat is veel lekker. Ik zet mijn wagens, Petrus, niet omgeerlijk. Ik wil niet voor jou aan omsteer, nie. Weet dat is zoveel? Wat was hij bijna om op school? Nee. Ridder. Om hij zo galant was. Kan je nog wat hebben als mij bijna? Nee. Raai, toe. Kan ik nog een beetje koffie krijgen? Raai eerst, dan krijg je dit. Nog een beetje koffie, zeg. Dat zomaar weer leven op die plaats van Sellek hier is. Doe nou. Mijn koffie, alsjeblieft. Goed, goed. Doe niks daarbij, niet man. Spoor mij, ik heb werk moeten doen. Je gebeld, Petrus? Ja, oma, ik heb al gebeld. Pas op voor die vliegen. Jij is ongezellig, Petrus. Hij is maar net moe, man. Nou ja, ik ga nou kamer toe. Sally zal zeker later voor jullie een drinkgoedje kan maken. Natuurlijk, tante. Nacht, kinders. Nacht, oma. Nacht, tante. Lekker stil en rustig hier. En je gehoord, heb ik gezegd? Ja. Het is zeker dat ze mensen in die stad gepunt is. Is jij altijd zo stil? Nee, niet altijd. Je bent mijn woorden, zeg volgens mij, ik kan het opleggen. Ja, ik zit bij een keer stil. Mensen wat zwaar gekregen is, maar zo. Vertel me van jezelf. Daar is niks om te vertellen. Jij weet jij dan bij een verander. Verander hoe? Ja, jij was altijd zo, zo gezellig. Jij was die voorboek op elke partijtje. Onthoud jij nog? Nee. Doe, Sally. Ah, ik is een vrouw, Petrus. Zo heb ik al gezien, ja. Jij stop. Dus dan is dit Petrus. Nee, hoe komt dat nou Petrus wees? Ek het hem zo lang laat zien. Hij het geloof mens op die plaats. Precies. Is jy nie vrou meisje? Oh. Waarvan praat dan nou? Was niks tussen ons nie, absoluut niks. Jy het jou kansen verspeel, meisje kind. Ek weet nie waar van tante praat. Ek praat van Petrus. Hy was nou die meisje kind. Hy de vrou nogal.
Sally de Pree. Sy het ook vroeger hier gebly. En sy het nou die plaas ingetrek. Dinge lyk nogal ernstig. Hulle praat van trou, sê hulle. Jy het jou pa se verspeel, sê ek jou. En dit hy wil my keer jou nou. Ai, die goed sukkel maar. Droogte en kalkgrond. Ja, en even niet daar was het winter. En nou, Maggie? Petrus, ek is bekommerd oor Sellietjie. Sy is vanmôre weer van na die veld met daardie wille perd. Wille perd, ouma. Sy is groot genoeg om na haarself te kyk. Boere dogter Dari, sy kan kook en bak. Ouma. Het jy gesien hoe sit sy op 'n perd? Hoe gaan sy nie terug Kimberley toe nie, ouma? Skaam jou, Petrus, skaam jou. Ek kan jou nie verstaan nie. Dit lyk my jy wil nie. Ek wil trou, ouma, maar nie met Sally nie. Sy is 'n liewe mens en sy is lief vir jou. Sy werk op my dinges. Petrus! Ek het iemand anders lief, ouma. Maggie Oukamp sal nooit 'n boervrou word nie. As 'n vrou 'n man lief het, ouma, kan sy enigiets word. Hallo! Hallo! Ek was al bekommerd oor jou, my kind. O, dit was wonderlik geweest, tante. Dankie. Dis 'n plesier. Geniet maar die vakansie. Dit lui 'n bietjie koud, hoor. Die volk is almal besig. Goed. Ek sal 2 weke hier praat nooit eers met my nie. Hoor nou sulke bog, hy dink jy's agter mekaar, vrou. Petrus praat maar so min. Jy weet, Sally, Petrus het 'n vrou nodig. En is al goed vir haar sorg. Kyk, hy werk hard. Ek dink 'n vrou is baie lief vir hom kan word. Ja, maar stadig oor die klippe met hom hoor. Jy weet, hy steur ons nie eintlik aan vroumense nie. Net daardie Maggie Oukamp. En wie is Maggie Oukamp? Is 'n onderwyseresie, musiekonderwyseres wat 'n paar jaar gelede in die dorp ingetrek het. En toe gaan staan Petrus mos raak dood vir die verpaar. Maar sy wou niks weet nie. Sy het hom nie eens raak gesien nie. Ag, sy het ou kereltjie gehad en toe raak hulle verloof.
Pie het vreselijk sleg gevoel daaroor. Ja, en toe los die ook elke jaar en hy is weg. En nou laat sy dink sy gaan nie een man kry nie, nou sê sy ewe skielik, ewe danig met hom. Dan Sophia? Ek dink ons vriend meisie gaan kuier. Ek weet hier die klavier bietjie stil maak. Ons ken daar die plaat goed. Petrus speel het op die plaas aan mekaar. O. Ek neem vir Sellietjie so bietjie rond, sodat sy ook nou hierdie mense kan ontmoet. Het is gaaf en kan. Het is altijd zo lief Petrus' vrienden te ontmoet. Petrus praat so baie oor jou. Sy is vroom net soos sy eie sister. Is nie so dan Sophia? Natuurlijk. Heerlijke woensdag. Het Petrus, jou vertel vir ons. Nee. Nee? Ek het hom so lang laat gesien. Hoe aard het dan Sophia, dat ek was naar die aap in die mouw gelaat? Petrus die is hier self gesê, hy gaan preeslik kwaad wees. Nee, ek bedoel. Kan ek vir tante een bietjie thee maak? Ja, dit sal heerlik wees. Wat? Wat? Wat is daar is en wat skree so? Die ooi het by Bas Piet se ramme gekom. Wat? O, die klein ooi het die hek moet die perd laat ooplos. Gaan huis toe, ek kom. Weet jy wat het jy gedoen? Petrus! Weet oma wat het sy gedoen? Sy het elke hek op hierdie plaas achter haar dinges laat ople. Wat bekeer jou? My stut ooi het is nou Piet Dikpoort sy ramme in met hulle kip en hulle ket. Petrus, bedaar. Weet oma wat dit beteken? Ek sal die hele plaas moet dip. Ach nee, Petrus. Petrus, ek sê nou, jy maak my seer. Petrus! Geen van seer kry. Ek is luister breek jou nek. Vat haar in die huis en oma. Ek kry haar onder my voete uit. Petrus? Sal ek tel? Ek is jammer. Jy het gepraat. Ja. Een verskoning. Ek is dammer ek het gedoen, was daar achterloos of my, om ek op te los. Ek is ook jammer, omdat jy amper te lijf gegaan. Ek sal opmaak, Peter, as ek beloof. Goed. Kom. Ek is op duizend die vriende, al kan ek ook om kijk wat jy doen, ek was al geluk. Ja, goed, kom sa. Ek kan mens jy tenminste onder oog hou. Gaan maar hier, Boeta. Het hulle gesuik? Wat is vergeten, man? Ah, wat is dat? Wat voel jy, man? Pille. Rampille. Is die rammetjes dan ziek? Ja. Ek moest vandag by die ooie kom, maar jy het hulle geboykot. Oekie, af my moeder. Af jou liewe ding. Ach, kyk net, Petrus, wie het hier het een gevoel van my. Ach, sies, toch sy rechte moederkie oe. Ja, dit is een hamel. Met alle hamel oe is ek een sachte oe. Kom, lach jy. Ek soot staan, sys, nie? Hoe kom staan, sys, die een kant? Is hy siek? Ja, ons geslag. Jy bedoel... Ons moet soek. My wereld is prachtig. Kom hier. Ons gaan nog soek. Julle al vrede gemaak. Ai, tante, die Peter, sy wil doodlag vir my. Nee. Die my so weglek. Die sy vir my. Dankie. Wat lag hy? Wees, ek weet. Wie julle het gaan een heerlijke aand wees, kom ons gaan inruid toe. Ja, dit is een wonderlijke gedachte. Ek wil daar toe gaan, Irma. Ek is ewe las daar. Maar,
Maggie zal verstaan als je vraagt. Ons was vanmiddag met Maggie geweest. Is een erg dierbare meisje. Ja. Ach, toe kom ons gaan de maand. Ach, je kan morgen aan de Maggie toe gaan, alsjeblieft. Ik moet slag, oma. Ja, maar die slag daar hoeft misschien te wachten, is niet? Nou ja, goed. Maak je erg. Dan Sophia. Wat is er? Wat is er allemaal ooit? Wat? Allemaal ooit. Een hammel is een hammel en een ooi is een ooi and never the twain shall meet. Kijk, ik heb... Daar is nog bij het tijd, het dorp is maar net 6 meter. Wat ga je nou doen? Slag. Ja. Het is net zoals die hele mansmense is. Los die vrouwens net zo. Ik los niemand niet. Als je niet zo uit was, heb je mij ook nog gelos. Baby, van jou bestel dan. Klaar geoefend? Ja, dank je, oom. Jij speelt vandaag daar een baie treurig kind. Jij die tante skoon aan jou en bevoedeld. Dit is een treurige ding, oom. Ik kom bij. Ja. En is jij nou met die muziekboeken in die hand staan? Ik moet huis toe, tante. Ik heb nog een hele klomp muziek vraagstellen wat mij neem wacht. Ach, eet een stukje bij ons. Morgen aand, liever. Jij moet niet zo alleen bij die huis zitten, nie? Wat maak je denk dat zij alleen is? Lekker slaap jullie twee. Ik kom morgen aand weer oefen. Ai, toch, ai. En alle jong mensen in die dorp. Net als klaar is van school, dan krijg je hulle rij. En dat is die laatste scene van die blikkantien. Een mens moet een wit hart in maken. Middag, Maggie. Middag, Petrus. Ik was eerst bij de woensdag geweest, maar de dag ik je zeker bij het aan het bij willen. Kom, rijd zo. Ach, dank je, ik stap zomaar. Heb je veel blommen gebracht? Waarom? Want ik ben zo lang laat gezien het. Maar ons kan elkaar niks niet. Waar is het? Veilig. Het is op het plaats. Zij lijkt een gave meisje. Is hij kwaad voor mij, Maggie? Nee, ik is niet kwaad voor jou, maar ik heb van jou jammer te maken. Ik is gelukkig, ik is baie gelukkig niet zoals ik is. Ik heb mijn muziek, mijn leerlingen. Dan bij de noemster Vaas en Anna wat partij nou weer kan huis te komen.
Ik heb ook mijn werk. Ik heb mijn oma. Maar dat is hier genoeg, nee. Ik zoek iets. Ik zoek iemand, liefde. Wat mij kan liefde. Je hoeft het even duidelijk, nee, ik verstaan. Ik denk het is beter als we elkaar niet meer zien. Voor ons allebei. Weet niet dat ik aanzoek gedoen om mijn oorzaak aan te doen. Wel, want ik zeg het maar goed. Tot ziens, Maggie. Hij is hier. Hij is terug. Kom stop in. Het is net gister nacht begin slecht worden. Een baby? Een baby? Maggie. Ja, mijn kind. De dokter zei ik is ziek. Weer een slechtigheid, mijn kind. Dan moet aan het hospitaal toe. Ach, liever is mijn grafplaats toe. Ik is zo bekommerd. Wat gaan van die oom word? Maggie. Ik denk je wordt kort. De proef voor Sophia.
Een dubbel twee en kopjes kraal, alsjeblieft. Hier klaar is, kan je maar laten chai voor diner. Ja. Neerzetten. Er maar hier. Dank u. Tjoe, weet je wat voor waar neer te zitten? Terwijl ik alleen voor eners. Bijvoorbeeld, wat is een hier die pen? Het is een medium sterpel. Huh? Hoe maak je zo? Met kwaliteit. Oh. En hier, wat is dit? Dit is wol. Dit is lekker. Hier, pas op je trap bij wol. Help me dan. Je rijdt als kap. Sally, wat maak je? Julius. Wat? Mijn zoon. Sally, pas op. Dit is hier een pol komt. Mij geeft gebeld. Maggie. Ze is afgeleid. Dus oor baby. Baby? Dank baby. Ze lijkt op sterven. Je moet mijn dorp te vat. Dorp te vat? Nou. Oh, waar kan ik? Ja, jij kan. Het is niet voor speelietjes, niet? Maggie zal niet voor niet bellen en zeggen dat baby mij wil zien, niet? Is Maggie ook daar dan? Ja. Oh, maar misschien is het zo ernstig, nu. Zal ik aan voor ja. Zo. Petrus, waarom wil jij mij niet vatten? Ik heb jou niet zo groot gemaakt, niet? Oma, ik kan oma niet nou vatten, ik zal later komen. Voor Maggie, hè? Ik wil haar nooit meer zien, oma. Oma, we worden blij te lezen. Middag, baby. Hoe voel je nou? Luchtig. Ik is blij niet gekomen. Ja, hoe dan anders? Ik zal niet rust voor ons gepraat. Nee, jij moet net rust, baby. Maar mij komt preek niet zoveel. Ik preek niet. Ik zeg maar niet. Maar hoe komen ze ons alle jaren kwijt vinden? Zoveel, alle jaren. Ik was nooit kwaad geweest, niet. Niet voor jou, niet. Maar ons was kwijt vrienden. Mens, mors maar een beetje met jou leven als je jonk is. Kijk, die hele dorp weet jij kan koek bakken. Je moet niet over mij staan en hartseer maak niet, baby. Jij is een uithaler bakster. Op die schouw van 59. Ik onthou nog goed daar die amandelkoek van jou. Nou kom je mij dan tweede prijs gegeven. Jij beoordeel. Ik dacht, je was jaloers. Nog nooit niet. Maar je weet zelf, die textiel was te los. Te veel boter, baby. Dat is waar. Ik heb altijd een zwaar hand met die boter. Ik wil daarom niet dat jij moet weten. Ik heb altijd gedacht, jij is die beste bakster. Je moet gezond worden, baby. Als maar min van ons maat is oor. Heb ik je mijn hand vast, Sophia. Ik wil een beetje slapen, zo lang. Dat zult u trouwen ook. Peter zou ook wel trouwen. Doe nog geduldig graag. Ja, het lijkt dat je in een paar jaar geduld geleerd hebt. Het lijkt niet dat je bij een jong mens op je dorp is, niet? Is dat? Nee, niet juist niet. Jij,
Je hebt toch nooit aan trouw gedacht, nee? Ik denk ja. Die geleden het om niet nooit voorgedoen. Jij en Petrus kennen elkaar zeker al lang. Niet waar, het is onvermijdelijk op een klein plekje zoals die. Ja, het is zeker onvermijdelijk. En, wel, was daar ooit iets te doen? Was er ooit verliefd? Wat een ongeluk had ik met jou te doen. Hoe vrouw je niet voor Peter zelf? Lady, jij is bij pijn van nergens bij Peter's kom, niet waar, nie? Zij slaap. Dank je dat je ons laat weten. En laat toch weten dat een ander is een of ander kant toe. Natuurlijk, Sophie. Het is goed dat jij hier is, kind. Het is mooi. Ons komt morgen weer. Kom, Sally. Peter is wacht ons met rij. Waarom met dan baby? Blijkt maar niet te goed, nee. Ja, ze is al uit. Heb jij een meisje gezien? Ja. Ons over jou gepraat. Oh. Petrus, heb jij gevoel voor mij? Het is nooit tijd om daarover te praten, Sally. Wel, jij hebt mij bloemen gestuurd. En toen die avond miskeert, toen ik gedink. Hoe kom draai jij je rug op mij als je praat? Ik is bezig, Sally. Maak je oor. Wat wil je zeggen? Ja, je is onbeschof. Je is die onbeschofste mens wat ik ken. Vergeet het. Het is niet... Ik was eenzaam, Petrus. Dus ik gedink je is voor mij uitkomst, Piet. Het was dom voor mij. Ik heb jullie nodig niet. Ik heb niemand nodig, nie. Jy sal nooit een vrou kry nie, Petrus, vir wy. Loop! Loop maar jou betremmelde ou jong nooi, jylle pas by mekaar! Sy sit in wacht soos een oorrijp peer om jou skoot te val. Ek val in niemand skoot nie, wat loop jylle kleine ouwe val. Wat is dit? Ik ga er naar elkaar. Het was prachtig. Een pruimende ou jong nooi en een beduimende ou jong kerel. Van allemaal kon jij die in geweest het, is het niet voor die Maggie ook al was. Zee, hoe kom het echt tevreden wezen dat zij niet blijven? Van dat celletje weg is. Voor wat het allemaal die vrouw in ziel laat blij? Om jou ontwil, Petrus. Een man kan niet zo alleen blij nie. Denk je het is voor mij lekker om jaar in een jaar uit te zien hoe jij achter Maggie ook kan aanloop en zij weet niet eens lang je bestaan. Zij weet dat ik bestaan heb al. Dat is genoeg. Petrus. Ga dan naar haar toe. Gaan kuier vir haar en vraag haar om aan jou te trouw. Maar oma en Sally daar gekuier het, het sy gesê, hier kom. Na gaan. Dan baby slaap een bikkie. Ja, van allemaal zien ze die meesten aan Sophie als ze zoiets uit. Ik wil met jou praten, Maggie. Sally is weg. Daar was nooit iets tussen haar en Petrus, nie. Praat dan, Sophie. Ik moet vandaag voor jou rechtheid vragen, vrouw, maar je moet mij niet toch kwalijk nemen, nie.
Wat wil jy met jou lewe maak? Nog 10 jaar wag vir daardie droomheld van jou wat in van wyk. Nog 20 jaar. Jy weet, is nie vir 'n vrou belangrik om lief te wees, om gelukkig te wees nie, maar 'n vrou moet trou. Dan eers is sy volledig mens. Kyk, 'n huwelik is 'n kontrak tussen 'n man en 'n vrou. En as 'n mens 'n kontrak teken, dan soek jy nie vir jou 'n swak venoot nie. Hier is hy eerste klas boer, wat vir jou 'n goeie dag kan gee. Hy het jou baie lief. En koppies kraal het 'n jong vrou nodig. Jy weet, ek is daarom al oud. Waar is dan baby? Ek wonder of sy nog slaap. Ons het gekom so gauw ons kon. Ach, het is helemaal niet slechter geworden. Het was nog niet direct. Kom dan weer terug. En ze vaas? Hij zal binnen samen de biervrouw. Ik ga zo. Ek weet nie wat om te sê nie. Praat net met my. Oom Servaas se najaarsroos het vandag knop gemaak. Hy sê hulle gaan een van die elf begin blom. Ek voel altyd soos 'n ander mens as ek naby jou is. Hy is nie 'n ander mens nie. Ek weet. Is maar net Petrus verwy wat boer op koppies kraal. Wil jy dan iemand anders wees? Ja. Ek wil daar die man wees wat jy lief het. Ek onthou hom nog. Jy was altyd saam en hy het baie gelag. Ek gelijk soos een kerel wat sy story ken. Ek kan sê wat hy voel. Nie soos ek nie. Jy is nie Gerrit nie. Maar jy is Petrus Verwy van Koppies Kraal. Het sy sommer so gegaan. Het is nie soos baby nie. Ons het een ver pad saam geloop, ek en jy. Partij keer probeer ek onthou hoe jy die heel eerste keer gelyk het toe ek jou gesien het. Gee werklik my.
ken nie die woorde nie. Dis net mens leer. Trou met my. Ek het jou lief. Jy sal leer om my ook. Ek weet nie wat om te sê nie. Soos jy oor my voel, so voel ek nog steeds oor Gerrit. Jy sal leer om my lief te kry. Wil jy met my trou, al weet jy, ek dink nog aan 'n ander man. Sy voete staan nog op my klavier. Voel jy dan niks vir my nie, Maggie? Niks. Ek respekteer jou. Kijk jezelf op manier lief. Trouw met mij. Goed. Ik zal proberen. Ons het gister ooral na jou rond. Jou dokter kon jy se nuwe vernoot. Ek het geweet nie. Ek het geskryf. My ma's oorlede, ek het getrek. En die ring? Ek trou oor 2 dae. Maggie, ek is jammer Gerrit, ek kan nie met jou praat nie, ek is haastig. Ek moet nie praat. Weet ek sou kom. Sylvia. Sylvia, gelede kon ek jou niks bied nie, jy weet dit. Dit was daar nie toekoms nie, Max. My nie so noem nie. Jare gelede verby. Vir my was dit swaarder as vir jou. Max, Maggie. Dit is nog nie te laat nie. Ek trou oor môre met Pieters verby. Stel ek uit. Asseblief. Maak eers seker. Jy moet dink, jy moet vinnig dink. Ik kan vader schilderen.
moet jy nou soos ek destyds 'n dom ding doen nie, Maggie. Loop asseblief. Goed. Voorlopig. Goeienag. Jy sien nie, spesiaal niks nie, maar kom nou. Kom. Is reg. Nee, wat Sanne, ek is nog by die school tot die einde van die kwartaal. En dit elke dag in en uitdruk. Ons gaan my witte brood op die plaas. Is anders as een man. Sy drome en vrese wat hy nooit sal ken nie.
is jullie klaar hier. Ja. Nou, dan gaan jij een klein boy en jullie gaan bergkamp toe, jullie gaan zoeken daar hoe je wat weg is. Goed. Nou, gauw maak. En kom even mij. Ja. En als jij mij zo staan in bedrag? Zomaar maar. Ik heb zin. Hij is te lang bedacht onder mijn oor uit. Zo niet een week als die kwartaal voorbij. Ben je gelukkig, Maggie? Tuurlijk is het, jij. Dit is jouw jaren voor je gewerk. Struim je verkeerde in. Waarvan praat je? Is jij gelukkig? Daar die dag als ik in je oor kijk en ik zie je vergeet van Gerrit van Wijk. Niet van Gerrit van Wijk, praat niet alsjeblieft. Hij is terug in het dorp, Maggie. Heb je dit geweerd? Ja, ik heb het geweerd. En? Ik heb niet gemengd, is belangrijk. Niet belangrijk? Het is voor geen man lekker om te weten, zijn vrouw het aan een man lief. Als ik Gerrit ooit na bij jou krijg. Middag, oom. Middag, oom. Oom, als die hier diep, oom. Beetje vlees en eiers. Dank je, oom. Dank je. Ui, oom. Ze hebben daarom verzorg. Maggie is bekommerd. Ze leen op haar pos. Ze is. En hoe gaat het met getrouwde leven, oom? Eerste klas, dank je, oom. Eerste klas. Ik zie Gerrit van Wijk is terug in die dorp. Nu is hij voorbij voor hem, hè? Ja. Maar hij heeft mij gezegd. Zij. Wat? Nee, niks. Hij stuurt groeten. Ah. Ik moet naar die mandje terugvatten van oma. Middag, Gerrit. Ik heb je lang laatst niet dorp gezien. Kom, drink zo mee thee. Het is te laat. Te laat voor wat, Maggie? Ik moet terugplaatsen. Los met praat, Maggie. Los mijn arm, alsjeblieft. Het is jammer. Je moest het niet gedoen, het niet, Maggie. Ik heb hier recht te doen. Jij het om niet lief, niet, Maggie? Hij is een goeie man. Jij hebt hem niet lief, nie, Maggie. Ik respecteer hem. Ik heb jou lief en jij hebt mij lief. Maar ik ben nog altijd het hartzeer gebring. Verlang die. Die eeuwige verlang naar jou. Dit was wat ik je best onthou. Ons ben in die straat praat nie, Maggie. Maar is niet een ander plek, Gerrit. Ik moest iets van mijzelf gaan maken, Maggie. Voor jou. Voor ons. Al die sculpten. Zwaar krijgen. Harde werk en alles. Ik moest het doen. Wil je niet verstaan, nie, Maggie? Maar ik versta niet wat jij nu nog alleen is. Als jij mij liefhebt. Het is voorbij. Als jij mij liefhebt, Maggie, en ik weet je het. Dan is het nog niet te laat. Nie. Dan is het nog lang niet voorbij. Nie. Moet niet als je fouten oren oorbegaan. Dit is waarom. Ik kan vaar het niet voordat je voor mij zei dat je mij niet liefhebt, nie, Maggie. Zeg dit. Zeg dit. Ik moet het hoor. Los mij. Maggie. Juffrouw, het is jammer dat het een gedachte. Gebruik jouw vierde vrees. Thank you.
Je moet dit al toe leren kennen, hoor. Wat vind je, Frans? Slaap nog. Je moet je roer, anders je weer laat wees. Ach, Emma. Peter is alweer voor ogen weg zonder om te groeten. Ja, maar daar is fout aan die bergkamp. Die schapen vreet geloof iets. Die volk het om vak omroep. Hij wil je niet steunen, hij wil je laten rust. Maar je moet nou gauw maken met je roer. Anders moet je weer jagen om bij tijd in het dorp te komen. Gewees, ik kom vandaag bij jou huis blijven. Voel je weer slecht? Nee, het is niet slecht, is niet. Ach, het moet zeker maar zo wees. Pieren lui uit. Oma. Ja? Zal oma mij helpen? Mij leren die beste boervrouw niet te strikt te worden. Van volgende week af, als ik elke dag bij jou huis is. Ja, natuurlijk. Hoog bij dat ik aan uitspan denk. Leerlingen tot wie weet wat de tijd vanmiddag. Als je je slecht voelt, moet je bij die huis blij. Nee, ik voel niet slecht, nee. Ik ben niet zwartgallig wakker geworden. Weer verkeerd getel, my kind. Ek praat van Maggie. Van Maggie gepraat, jy moet dorp toe gaan. Dorp toe gaan is maar gek. Nie so met my, kijk is jou oma. Oma weet toch, ek het nie so bedoel. Nou sê dan wat jy bedoel. Ek is jammer, oma. Dis beter. Ek sê jy moet dorp toe gaan. Maar oma, ek kan nie dorp toe gaan nie. Hoekom het oma nie vanoggend van Maggie gevra om te bring wat oma nodig het? Ek het niks nodig nie, ek is bekommerd oor haar. Sy was morgen glad nie lekker nie. En hierdie ewige jene weer geritserij en haar toestand kan glad die goeie dinge afgeen nie. Toestand, sê dan sik. Jy sê jy is een boer. En jy weet nie dat jou eie vrou verwachtend is nie. Daar lang loop jy al hier rond soos een bokra met druk zweibek. En ons moet soos miliepit uit mekaar iets spat om uit jou pit te... Nee, my kind, dit alles oor jy jou verknies oor daar die Gerrit van Wyk. Jy is een fool, my kind. Een blinde fool. Jy wil vir my gehad het nou het jaar. Sy sit met rooi oor. En jy trap die wereld plat soos Daantje Donderbos. Baie mooi pa, die... Waarin ga je nou, Petrus? Dorto, oma, dorto. Om mijn vrouw te gaan. Binnen. Kom, Erna. Zeg, ga maar op ons vroeg lopen vanmiddag. Dat is niet Erna, nee. Die zus kan ik niet. Wat mag je? Superieur. Natuurlijk. Ik heb een leerling. Ja, ik onthou nog ons hier ontmoet het. Onthou jy? Ja. En hoe jy vir my gespeel het? Ja. Maar ek het jou vertel van my ideale. Ek was nie een ryk boer sinds die ander nie. Ek was myself my pootjie krap. Was die geld gehad nie. Ek onthou alles gehad. Ek onthou hoe jy 7 jaar gelede hier weg is met al die beloftes van die wereld. Na een jaar het die brieven... Na 2 jaar het hem al opgehou. Jy gedink dat ek met... Onthou alleen in jou gemunt kan blij. Geloof my, ek weet amper vir jaren. Hoe goed trouw was jy al die jaren aan jou sogenaamde liefde? Nie meer verduidelik nie, maak nie meer saak nie, glad nie. Ik is blij dat je vanmiddag gekomen. Misschien weet ik. Wat?
Altijd was Petrus daar. Niet altijd daar. Zoals hij altijd daar zou geweest. Ik bedoel, ik heet hem lief. Misschien al kwijt langer dan ik zelf besef. Maar je gelooft niet wat je zei, niet? Lek. Hij was getrouwd, Maggie. Al die jaren was ik bang daardoor. Nou maak ik niet meer zo. Ja, maar je verstaat niet. Ik wou je vergeten, maar ik kon niet. En toen ik terugkom. Arme Gerrit. Peter is voorbij. Voor jou ken ik ook. Cardiale terminale, dokter. Bloeding in de hartzak. Er is niks wat je kan doen, niet. Terminaal. Er is ook een tijd voor oorplaatsing. Kan ze maar proberen, niet, dokter? Niet die moeite waard, niet. Vergeet het. Cijfer, Maggie. Ja, en 5 of 6 in de doen. Weet je wel, je wacht te veel. Dokter, kom. Trouw met mij. Je zal leren mij lief te krijgen. Niet precies het die voor jou was hij dan. Ik zal later weer een draai maken. Maak hem gezond alsjeblieft. Hij moet me net niet weer slaan in mij. Kind was amper af. Tot ziens, Maggie. Tot ziens. Gerrit. Baie dank. Kom, meneer Vaas. Meer wacht je voor jou.
is in die hospitaal. Kom, hou jy, Maggie. Want ek jou lief het. Het ek nie geweet nie.